Dus het opnieuw, want het was een stereo. Dat is nog leuk opnieuw, mij ook. Voel je wel. Ben ik klaar? Welke eigenschap kun je het meest appreciëren bij andere mensen? Gewoon jezelf blijven. Geen theater gaan verkopen. Authenticiteit is voor mij een heel belangrijk woord. Wees authentiek in de dingen die je doet. En doe het met heel veel passie en liefde. En dan krijg je ook zoveel terug van de mensen. De mensen, als je er niet bent, val je op lange termijn toch door de mand. Welke eigenschap ben je trots over van jezelf? De vriendelijkheid, denk ik. En dat klinkt misschien, zou ik misschien kunnen zeggen van, hij is naïef. Maar vriendelijk zijn kost gewoon geen geld. Fantastisch als collega's andere ideeën en andere visies hebben. En dat kunnen we leren van elkaar. En kunnen we tot een goed voorstel komen, een goed compromis. Want het leven is niet zwart en wit. En de politiek ook niet. Je weet dat die filmpjes in zwart-wit zijn. Ja. Geen probleem daarmee. Johan, ik heb ook jouw boek gelezen. Mm-hmm. Met gesloten vuist. Kijk, ik lig hier met gekruiste vingers of open handen nu. Hè. Welke passage van in je boek vond jij het moeilijkste om neer te schrijven? Het moeilijkste waren de helaas waargebeurde verhalen van de vechtscheiding van mijn ouders. Dat was het moeilijkste om neer te schrijven, omdat je uiteindelijk ook rekening probeert te houden om geen mensen te kwetsen. Maar automatisch, als je die waarheid wil neerpennen, om te tonen voor een stuk dat ik ook maar een mens van vlees en bloed ben, en het is niet omdat je bekende Vlaming bent, dat je meer bent dan iemand anders, maar ik krijg zoveel reacties van mensen die zeggen van, ah, we herkennen ons daarin, of wij hebben dit en dat ook meegemaakt. En ja, mensen kennen dat, die kant van mij niet helemaal. Aan de andere kant, hoe stom het ook is, de coming-out op het einde van het boek, de twee laatste hoofdstukken, waren ook behoorlijk moeilijk. In feite, de eerste twee hoofdstukken, mijn jeugdjaren, en de twee laatste hoofdstukken, de coming-out, hoe stom het ook is, het zou niet meer in de 21e eeuw zo'n issue mogen zijn, maar toch ben je op een of andere manier nog altijd bang van, niet voor jezelf, maar voor je familieleden, van je wil niet dat die gekwetst worden. Wat vind je het moeilijkste aan het leven? Het leven is niet zo moeilijk, hoor. Het leven is heel mooi. Maar vandaag de dag worden we door alle sociale media en live nieuwsbeelden over... Ja, we krijgen zoveel over ons heen dat we denken van, de wereld gaat kapot, gaat zo slecht met de wereld. Maar in feite is het nog nooit zo goed geweest. Maar vroeger wisten we het niet. Sociale media zijn ook moeilijk en dat creëert ook wel stress, zeker bij jongeren. GSM's, je krijgt zoveel data, zoveel dingen over je heen, terwijl het perfect is zonder moet kunnen. Van, gooi hem weg, leg hem aan de kant. Als je op vakantie bent, neem je telefoon niet mee. Ik heb er nog, hè. Dat gaat een interview worden van 2-3 uur, hè. Ja, wat anders. Mijn memoires. De memoires van Johan Verstreken. Kun je ze later nog gebruiken om op een ander tijdstip uit te zenden? Ik kan nu gewoon over in Tostaan zijn, dan zien we veel spontaner. Eigenlijk wel. Wat is jouw grootste angst? Ik zou misschien zeggen angst voor de dood, omdat ik wat geconfronteerd ben geweest met gezondheidsproblemen en daarvoor nooit iets heb gehad. En dan begin je wel eens na te denken, bucketlist, wat wil je nog allemaal doen? Maar dan moet je zeggen van, mocht ik morgen sterven, het is mooi geweest. Maar ik wil nog niet sterven, hè. Ik wil nog zo lang mogelijk leven en in de maat van het mogelijke gezond. Maar uiteindelijk denk ik ook niet dat ik bang zou zijn voor de dood. Ik ervaar met mensen die niet lang meer te leven hebben, zelfs jonge mensen die kanker hebben, een meisje van 14 jaar onlangs ontmoet, die ondertussen overleden is. Ik was daarmee aan het praten en dat meisje is plotseling van... Op
een jaar tijd dat ze ziek was, had hij plotseling het IQ van iemand van een grijze, wijze dame. Was plotseling zo volwassen geworden. En zo wijs. En in plaats dat ik haar moed gaf, gaf zij mij moed. En dat deed mij wel even nadenken over het leven en over de dingen. Geloof je in iets, Johan? Eén iemand heeft tegen mij gezegd van... Er is een zinnetje wat je niet had mogen schrijven in je boek. Voor de rest vond de man in kwestie het boek fantastisch. En dat was van, is er leven na de dood? Vraagteken, waarop ik antwoord van, ik denk het niet. En toen zei hij tegen mij van, je hebt daarmee heel veel mensen gekwetst, zei die man. Maar ik respecteer die man. Onlangs nog met een vriendin daarover zitten lachen en discussiëren. Oké, natuurlijk leven we verder. Want we worden as. En as wordt misschien een zaadje en daar komt gras uit. Of daar komt een wormpje uit en we worden een vlinder of iets anders. De gedachte is mooi. En ik ben er rotsvast van overtuigd dat het voor heel veel mensen troost biedt. Maar ik denk, wetenschappelijk gezien, er is nog niemand teruggekeerd, dat ik daar behoorlijk nuchter in ben, in al die dingen. Vond je het moeilijk om de vragen te beantwoorden? Nee, maar er vielen af en toe stiltes, heel veel stiltes. En dat is heel mooi. Maar dan blijven die hersenen doorgaan en doorwerken. Dus ik ben heel vaak aan het nadenken. Maar dat doe ik in mijn job ook. En dat is een zeer goede zaak. Je moet niet impulsief een beslissing gaan nemen. Je moet wikken en wegen als je een aantal dingen doet. En de voor- en de nadelen ervan bekijken. Maar je mag dat ook niet te lang doen. Op een bepaald moment moet je ook knopen durven doorhakken. Ook al zijn ze niet altijd even sympathiek.